beschikbaar. Maar de globalisering zegt dat de monocultuur moet gehouden worden in de naam van de grotere. Oké? Dat is precies wat ik zeg dat niet de richting is. Ik heb geen probleem met de wereldmunt. Maar niet als een monopolie van een wereldmunt. Maak jezelf niet kwetsbaar voor schuldverslavingen. Maak jezelf niet kwetsbaar voor bankiers. Hou bankiers zoveel mogelijk op een afstand. Dat kunnen banken lernen. Het is een vraag collectieves versus individuelles lernen, maar die antwoord is nein. Dit is Tegenlicht. U bent getuige van de biecht.